U kijkt naar Allemaal Almelo. Beelden uit de stad van deze week. Het nieuwe stadhuis is in gebruik genomen. Afgelopen week vergaderde de gemeenteraad voor het laatst in het oude gebouw. We blikken terug met raadsnestor Gijs Stork. Aan hem de vraag of de laatste vergadering anders is dan anders. Toch wel een beetje een bijzondere vergadering. Maar ik ben niet rouwig dat we hier weggaan. Ik vind het wel een vreselijk iets dat we zoveel geld hebben moeten uitgeven voor het nieuwe stadhuis. Ook dat wil ik maar even gezegd hebben. Want daar hebben we grote bezwaren tegen. Maar ja, goed, die beslissing is democratisch genomen. Dus we hebben ons er maar mee neer te leggen. En we kunnen niet door blijven zeuren daarover. Het is zo. Ja, dat is een geschiedenis van 500 jaar. Waarin het gemeentehuis op 5 verschillende plaatsen gevestigd is geweest. Dus dat is een gemiddelde van 100 jaar per plek. Er is bijvoorbeeld 40 jaar gesproken over de verhuizing van het stadhuis van de Wierdense straat naar dit stadhuis. 40 jaar. De architect heeft er 12 jaar over gedaan om dit stadhuis te ontwerpen. Ondertussen is hij gestorven en zijn zoon is verder gegaan daarmee. Maar ja, dat zijn natuurlijk hele rare cijfers als je dat nu vergelijkt. Nou, mevrouw Oud die heeft een interview, heeft de Tubantia met haar opgenomen. En ten eerste zegt ze, een stadhuis is geen groentehal. Nou, dat zijn natuurlijk dodelijke opmerkingen. Maar ze zegt ook, dit stadhuis, zoals het nu er staat, is niet wat mijn man bedoeld heeft. En ik denk dat ze daar gelijk in had. Want als je de eerste schetsen ziet van dit stadhuis, ten eerste was het op een andere plek. Veel mooier, veel opener en ja, toch een beetje anders. Maar ik denk dat er gigantisch op bezuinigd is. Hetzelfde als nu. Wij zijn natuurlijk wel een beetje vastgeroest in dit stadhuis. Nou, ik denk dat het heel goed is dat er een ontroestingsmiddel is gekomen en dat we nu gaan verhuizen naar het nieuwe stadhuis. Daar hebben we ons aan te passen. De tijden zijn veranderd en ik hoop dat wij ook een beetje veranderd zijn. Zit er dat in de toekomst nog in, dat er minder raadsleden komen, minder wethouders? Nou, raadsleden, dat is bij wet vastgelegd. Hè? Dus daar kun je weinig aan doen. Maar wethouders is iets wat de gemeenteraad bepaalt. Als wij zouden zeggen, nou, één wethouder is ook genoeg, dan zou dat kunnen. En ons standpunt is dat wij zeggen, nou, geen 5, maar 4 wethouders. Dat kan heel makkelijk. Ook het vorige college heeft zelf dat gezegd en in de begroting opgenomen dat er 4 wethouders zou komen. En tot onze grote verbazing zitten er nu opeens 5. We hebben daar niet om gevraagd. We zijn daar niet happy mee. Want we denken dat 4 kunnen het makkelijk doen. Maar ik hoop dus dat dit gebouw kan blijven bestaan en een goede bestemming krijgt. En dat er hier, want het is natuurlijk een heel centraal punt in de stad, dat daar een iets levendigs komt en niet een verzorgingshuis of ja, hoe plezierig het voor bejaarden ook is om midden in de stad te zitten. Maar het is natuurlijk niet waar een stad op zit te wachten. En zeker niet als je een stad tot leven wil krijgen. Ja, dan moet je hier iets hebben wat leeft. Zo ging het eraan toe in de laatste vergadering in het oude stadhuis. Binnenkort is de eerste raadsvergadering op de nieuwe locatie. Met raadsgriffier Corrie Steenbergen kijken we alvast rond in de nieuwe raadzaal en zij vertelt waarom de zaal in de vorm van een arena is ingericht. Nou, deze is zo ingericht voor de vergaderingen van de raad. En dat zijn officiële vergaderingen en die zijn besluitvormend. Dat is het eerste uitgangspunt en het is wel geprobeerd om het open en transparant te laten zijn. En ook geschikt voor burgers en belangstellenden dat ze op bezoek kunnen komen. Maar vooral die grote ramen die maken het heel erg licht. Dus dat je gastvrij bent. Dat is ook... Nou, is het niet een enorme zaal, hè? Waarom is dat zo? Is het wel groot genoeg? Ik denk dat het groot genoeg is. Het is ook belangrijk dat het intimiteit uitstraalt. En dat doet het toch al veel niet. Want mensen vinden dit wel afstandelijk. Het ziet er heel officieel uit. Het is natuurlijk ook officieel. Maar je wilt wel bereikbaar zijn en de nabijheid is belangrijk. Dus als je het nog groter maakt, dan is dat weer moeilijker. Wat zijn nou nieuwe zaken die in deze raadzaal wel zijn, die in de oude niet waren? Nou, nieuw is vooral de uitzendingen. In de oude raadzaal waren wel uitzendingen, maar de beeldkwaliteit was slecht.
In de nieuwe zaal is het zo dat als iemand gaat spreken, dan gaat de camera zich richten op de spreker. Mooi vanaf het spreekgestoelte. En een spreker kan zich aanmelden met zijn digitale pas, zodat meteen helder is wie het is. Dus dan komt dat ook in beeld. En dat kan je dus ook makkelijker terugvinden of terugluisteren dan nu. En je kan thuis kijken en dat is heel erg belangrijk. Veel meer nieuwe mogelijkheden, hè? Maar hoe gaat dat nou, hè? U zit hier nu op uw eigen plaatsje. En zo kunnen wij niet zien, maar ik zit op de plek van? De voorzitter. Dus ik zit altijd naast de voorzitter. Ja. De en hoe zit het nou? Hoe weten mensen nou wie een voorstel indient en hoe gaat dat? Er is een speciale plaats in de raadzaal voor de indieners van het voorstel. En dat is meteen naast mij. Er zijn twee plaatsen voor. Daar zitten ook nog plaatsen achter voor mensen die eventueel nog moeten ondersteunen. Zodat je heel dichtbij zit. Maar altijd is het zo, als je het woord gaat voeren, doe je dat weer vanaf het spreekgestoelte. Zodat het heel helder is wie het woord voert. Ja, maar in de oude raadzaal heb ik toch ook wel gezien dat mensen konden interrumperen. Hoe gaat dat hier? Ja, in deze zaal kan je ook gelukkig interrumperen natuurlijk. En dat gaat weer vanaf de interruptiemicrofoons. En er staan in het midden recht tegenover de voorzitter 3 interruptiemicrofoons. Net zoals in de Tweede Kamer, daar drommen ze natuurlijk samen. Ja, dat is ook de bedoeling. En daarachter zit ook nog een microfoon en die is speciaal voor het publiek. En dat is dan vooral bij politieke beraden. Want dan kan je ook daar even het woord voeren als dat je iets wilt toelichten. Hoe zit het met de rest van de vergaderruimtes voor de raad? Ja, de raad had in het oude stadhuis fractiekamers. En hier maken ze gebruik van het vergadercentrum. En het vergadercentrum is voor iedereen die hier werkt beschikbaar. Dus dan kunnen ze een ruimte reserveren. En zoals op maandagavond, waar veel fracties vergaderen, hebben ze eigenlijk al voor het hele jaar gereserveerd. Ja. Want ze hebben niet meer hun eigen fractiekamer? Nee, ze werken ook volgens het nieuwe werkenprincipe. En dan vooral op de eerste verdieping, want dat is de bestuursvleugel. Ja. Ja. Nou, ik vraag natuurlijk om een schot voor op het doel, hè? Maar hoe kijkt u daar zelf tegenaan? Tegen deze raadzaal, ten opzichte van de oude? Ten opzichte van de oude? Nou, de oude raadzaal vond ik, juist omdat we in Nederland op diverse plaatsen wel zijn gaan kijken hoe het natuurlijk allemaal is, die was best heel erg functioneel. Alleen 2 hele grote zuilen, die namen wel wat zicht weg. Dat was jammer. Dus in die zin is het ook wel een beetje die nabijheid gecreëerd die daar ook was. En ik ben zelf, ik hou heel erg van modern, hè, dus dat doet er natuurlijk niet toe. Maar dat vind ik wel mooi. En ik vind het kunstwerk van Sybille Heijn ook heel erg mooi. Dus dit is wel een prachtige raadzaal. En dat torentje hier vlak aan de overkant is ook een heel mooi uitzicht. Dank u wel, mevrouw Steenbergen. Graag gedaan. Dinsdag aanstaande komt de raad voor de eerste keer bij elkaar in het nieuwe stadhuis. De werkzaamheden rond het stadhuis zijn nog in volle gang. Deze week is begonnen met het plaatsen van een voetgangersbrug over de Waterboulevard. De tijdelijke brug is geplaatst om het stadhuis voor voetgangers en fietsers vanuit het centrum makkelijk bereikbaar te maken. De grond wordt afgegraven en afgevoerd, waardoor straks het water weer tot aan de stadsvijver komt. Wanneer het schip met geld langskomt, wordt er een beweegbare brug geplaatst, waardoor er ook kleinere schepen door kunnen varen naar de stadsvijver en naar de havenkom. Die staat nog in de planning op de plek waar nu de havenpassage nog staat. En dan Pasen in Almelo. Boeren, burgers en buitenlui! Hoort, hoort! De officiële stadsomroepen van de gemeente Almelo is heel even fluisterend aan het woord. Waarom fluisterend? De optocht Palmpaas 2015 zou buiten plaatsvinden. Maar helaas, door het slechte weer zijn wij genoodzaakt om hier in het gemeentehuis te zijn. De palmpaasoptocht was dus door het slechte weer naar binnen verplaatst. Het was een Nicolaase avond. Sergeant Borda heeft de weken toegewerkt naar de opvoering van de Matthäus Passion in de Grote Kerk in Almelo. Een muzikaal hoogstandje.
krijgt een kort te staan. De paasoptocht was dus door het slechte weer naar binnen verplaatst. Het was er niet minder gezellig om. Sergeant Korda heeft weken toegewerkt naar de opvoering van de Matthäus Passion in de Grote Kerk in Almelo. Een muzikaal hoogstandje. U krijgt een korte samenvatting. Dat was de uitvoering van de Matthäus Passion in de Grote Kerk in Almelo. Wie meer wil zien, kan terecht op www.aavisie.nl. De cultuurnacht in proeflokaal België is niet meer weg te denken van de evenementenkalender in het Almeloos uitgaansleven. Uitbater Ruud de Jong van het café vertelt hoe het allemaal begon. Ja, een jaar of 7, 8 geleden zijn we daarmee begonnen.
iedere keer een bekende schrijver. En het leek me gewoon een leuke combinatie met schrijver en cabaret en muziek door elkaar. Nou, wij zijn begonnen, de allereerste keer zijn we begonnen met Martin Bril. En die is daarna een half jaar daarna is hij dood gegaan. Dat vond ik wel heel, volgens mij was hij toen al ziek. En ja, het was wel een man die echt midden in het leven stond. Dat vond ik wel een mooi man. Nou, ik lees zelf heel veel boeken, vind ik leuk. En nou, cabaret vind ik ook leuk en muziek ook. Dus ik dacht, ik had het een beetje ook gezien van Kluun deed het toen ook. Die deed ook van de sokkenavonden. En dat was meer muziek en... muziek en boeken bij elkaar te combineren. En ik heb dan cabaret er ook nog bij gemaakt. Maar vroeger deden we dus twee keer per jaar, want dan kregen we dus ook subsidie van de gemeente. En dat wordt nou te duur, maar we doen gewoon één keer per jaar. Dan blijven we gewoon doorgaan tot ik erbij neerval. De 12e Cultuurnacht wordt op zondag 12 april gehouden in proeflokaal België. Schrijver Ronald Giphart komt. Cabaretier André Manuel en de muziek komt van Colin Hoeve. Kaarten kosten in de voorverkoop €10. Over 2 weken slaat het historisch festival Almelo de tenten op in het Schelvorstpark. Een evenement met landelijke uitstraling. De Stevenenschool in Bonnebroek kreeg deze week al een voorproefje. Organisator Martijn Makkinga vertelt wat er allemaal staat te gebeuren. Met een hoop geweld en gedonder. Nou, lekker knollen afschieten en dan wordt iedereen lekker afgesmolen. Dan gaan we. Dat doe ik even uit mijn hoofd. Dat komt, dat is ontzettend leuk. Er komt ook een valkeniershow. Kun je zien hoe vogels afgericht zijn. Kun je helemaal zien. Een show van een uur. Prachtig met valken en heel mooi. Kun je ook zien... Je kunt zien hoe de lunch, hoe Napoleon vroeger dineerde tijdens de lunch. Je kunt zien hoe dat vroeger ging. Want ja, zelf een boterham eten weet je wel, maar toen werd het opgediend. Door bediendes, kun je helemaal zien. En ook hoe de prins opgediend wordt, met het eten wordt opgediend bij de prins. Nou, dat kun je zien, dan heb je de dames. Dan gaan we koetsen krijgen, die koetsen die gaan rondjes rijden op het park. Er is een... Meneer gekomen, die vertelde alles over Napoleon en de Franse tijd. Dat doet hij op de Schelvorst op 17, 18 of 19 april. Wat heeft hij eigenlijk verteld over de Franse tijd? Over de eerste keizers en over veldslagen. Is er voor kinderen ook wat leuks te doen? Ja. Op de Schelvorst bedoel je? Oké. Daar zijn modeshow, paarden. Kun je paarden kijken, kun je de veldslag bekijken, hoe mensen dat doen. En een jonge broertje of zusje kun je ergens achterlaten. Ja, heel belangrijk. Ja. En zeg maar, dat wordt echt gevochten, hè, of niet? Nou, het lijkt heel echt, maar ja. Dat is niet. Nou, ik ben uitgenodigd namens Toys Festival als onderdeel daarvan. Om les te geven aan de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 van de Sint-Stefanusschool in Bonnebroek. Wat vertel je ze allemaal? Ik probeer het een beetje in te leiden met wat hier allemaal gebeurd is. Dus de aanleiding tot de Franse Revolutie en ook wat hier heeft plaatsgevonden. Tot en met 1815. Met alle veranderingen die toen hebben plaatsgevonden. En wat dat ook voor impact op het leven van vandaag de dag nog steeds heeft. Waaronder hun eigen achternaam en rechtsrijden. En, nou, zo kun je heel veel vertellen. En dat vind ik leuk om te doen. Het historisch festival slokt ons aardig op. Maar goed, als je ziet dat mijn kinderen toch heel wat leren en toch ook heel leuk vonden, of niet jongens, toch? Ja. En dat vind ik ontzettend leuk. Daar doe je het voor, dat gewoon de mensen blij maken en zeggen van god, wat leuk. Ja, en het programma is veel, veel omvattender en echt met indrukwekkende andere dingen ook. Maar eerlijkheid gebied natuurlijk, de grote hit is toch de veldslag. Zeg, hoeveel kanonnen zijn er? Er zijn 12, ik dacht uit mijn hoofd 12 kanonnen. En er zijn ook net iets meer Franse soldaten dan geallieerde soldaten. Dat scheelt, het is wel heel close, dus het is maar heel verrassend wat de uitkomst zal zijn. En welk leger het sterkste zal zijn. Maar goed, het wordt een enorme troepenmacht. Dus meer dan 2 keer zoveel deelnemers op het veld. Wat eten die soldaten eigenlijk? Als we beginnen, 's morgens krijgen ze van ons ontbijt. Want het is gewoon dus brood, spek,
brood, spek, melk, wat ja, ook er toen was. Dus die story is natuurlijk verantwoord. Dat eten ze op bij het kampement. Wij verzorgen daar een deel in, want ja, we hebben ook de vorige keer de mensen verwend, dat willen we ook wel weer doen. En daarom komen er nu ook zoveel deelnemers, omdat men internationaal zo enthousiast over ons was. Het is 17, 18 en 19 april, gratis toegankelijk. 17 april is dus de opening met de Prins van Oranje, met keizer Napoleon, troepeninspectie en ook voor de sponsoren. Daarnaast nog een feestavond. En dan 18 en 19 april is het volledige programma voor al het publiek. Een kleine stap van Napoleon naar het eind van de Tweede Wereldoorlog. Almelo is op 4 april 1945 bevrijd. Daarom komt de Final Push Tour zondagmorgen via Bornebroek naar het centrum van Almelo om die bevrijding te herdenken. Van de Small Film Club Almelo kregen we opnames van die bevrijding uit 1945 uit het archief van Wijlen Heer Abeln. Via die Nijreesweg kwamen de Canadezen als eerste met een tank Almelo binnen. Unieke Almeloze filmbeelden van 4 en 5 april 1945. Eerste paasdag komt de Final Push Tour met originele legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog naar het centrum van Almelo om 70 jaar bevrijding van Almelo te vieren. Afgelopen week is ook de zangcompetitie The Voice of Almelo gehouden. Scholieren namen het zingen tegen elkaar op in de grote zaal van het theaterhotel. De jury koos één winnaar. Nummer 1 heeft ons allemaal betoverd en volgens mij de hele zaal, want het was muisstil. We gingen allemaal mee in zijn verhaal. Nummer 1 is geworden Maarten. Ja. Allereerst wil ik het twee vergeven, alsjeblieft. En dit, alsjeblieft, van harte gefeliciteerd. That falls upon
It's closer than my hands have been. Oh, I'm jealous of the wind. The bastard of this world could give, and I told you when you left me, there's nothing to forgive. But it's hard for me to say, I'm jealous of the way you're happy without me. It's hard for me to say, I'm jealous of the way you're happy without me. De winnaar van de Voice of Almelo 2015, Maarten Rickert. Daar gaan we zeker nog meer van horen. Ten slotte nemen we u nog even mee op de fiets voor een tour door Almelo. Vandaag het Sluitersveld. Zover het Allemaal Weekoverzicht. Terugkijken kan ook via onze website www.aavisie.nl. Volgende week vrijdag is er weer een nieuw weekjournaal. Tot dan!